Hartelijk goedemiddag. Live video Kamphuis Makelaars. Vandaag in de Schelvorst, Hofwijk, huis nummer is 24. Uitstekende hoekwoning. Eigen oprit, ruimte naast de deur, mooie brede tuin en een heerlijke plek om te wonen. Rustig, vrij en ruim opgezet zoals je ziet. Voldoende parkeren. Maar ja, jij parkeert gewoon op eigen terrein, dus daar heb je nog minder moeite mee. En dat is natuurlijk wel fijn als je straks met je elektrische auto een laadpaal of weet ik veel moet hebben. Hoe dan ook, de voordeur is dicht, we gaan beginnen. Hey, live video, dan weet je het. Dan is er een woning nieuw in de verkoop. De eigenaren hebben plannen namelijk en hebben ons gevraagd de verkoop op te starten. En dan weet je het, aanmelden op Funda, foto's plattegronden toevoegen. En de live video om je gelijk maar eens een indruk te geven van hetgeen je kan verwachten als je met mij, met Paul of met Sander komt kijken. Keurig onderhouden huis. Lekker veel ruimte. Mogelijkheden om je eigen wensen en ideeën erop aan te geven. We komen beneden uitgebreid terug en natuurlijk straks buiten. Maar eerst maar eens even naar boven samen. Boven herbergt de woning fijn en veel ruimte. Goede slaapkamers. 4 stuks in totaal. De badkamer boven. Natuurlijk de natte groepen. Ik ga het je laten zien. Zolderkamer. Hier met dakkapel. Zodat je een uitstekende kamer krijgt. Mooi ruim, groot. Logeerkamer, tienerkamer. Wat jouw gezin maar nodig heeft. 3 keer een betonvloer. Dus geen houten verdiepingsvloeren. Zelfs nog een lichtbad op zolder. Kijk, die zit hier. En de natte groepen zouden hier natuurlijk bij kunnen. Naast de cv-ketel. Voor nu staat hij nog in de wasmachine. Staat hij nog in de badkamer. Maar voldoende mogelijkheden om jouw eigen wens en idee aan dit toffe huis te geven dus. Slaapkamer 1 aan de achterzijde van je nieuwe huis. Mooie ruime kamer. Prima. Slaapkamer 2. Zo mogelijk nog ruimer. Plek genoeg hè, voor kasten, 2 persoons bed. En als het criterium bed, kast, bureau is, ja, dat wil dus perfect. En een uitstekende tuin. Lekker op zuid, mooi vrij. Ga ik je straks uitgebreid laten zien. Zoals gezegd, hij staat op Funda. Foto's, video's zijn toegevoegd. En deze video live via Facebook ga ik daarbij opzetten voor je. En ondertussen kijken we mee de hoofdslaapkamer in. Prachtig ruime kamer. Met hier een vaste kast. Voor nu laat ik die dicht. Maar kom je kijken met mij, met Paul of met Sander. Gaat die natuurlijk voor je open. Een badkamer. Eveneens aan de voorzijde. Net zoals genoemd, hè? Hier de wasmachine. Die kan natuurlijk mooi naar zolder. Als je dat praktischer vindt. Misschien gebruik je hem als commode. Wastafel, douchehoek. En achter precies het toilet. Alle voorzieningen boven. Prima ruimte. En dat is het fijne van dit huis. Hè? Buiten een uitstekende plek. In de Schelvorst met alle voorzieningen op een steenworp. Heb je gewoon lekker veel ruimte in je huis. Hal entree, hier begonnen we onze wandeling. Het toilet zit hier. Die loopt hier door. Een mooie ruime woonkamer. Mooi die grote ramen, hè? Voorzijde helemaal vrij zoals je ziet. En kom je nou een keer met mij, met Paul of met Sander kijken. Dan gaan we je vertellen, bouwjaren, isolatie, dubbel glas, wanneer. CV-ketel, bouwjaar, dat soort zaken. En hier je achtertuin. Keuken. Er zit nog de eerste keuken in. Eenvoudig, doch functioneel heet dat dan officieel. Dus kwaliteit, hè. Want als je een keuken hebt die dat zo lang volhoudt, moet het wel kwaliteit zijn. Maar ik kan me voorstellen dat je daar je eigen wensen in de aan wil gaan geven. Misschien niet direct. Maar het kan
Het mag, het is aan jou. Het wordt jouw nieuwe huis. Buiten, en dat is wel gaaf, hè? Goeie ruime tuin. Dat komt natuurlijk door die extra meters aan de zijkant van je huis. Want zoals je in Leiden het al gezien had, hier zit de carport. En daarvoor je oprit. Hier zou je natuurlijk je voorzieningen kunnen treffen, hoe jij dat dan maar wenst. En kenmerkend hier, voor dit deel van de wijk, lekker ruim opgezet. En dat is Paul Zuid. Bergen kun je in de schuur, die zit hier. Voor nu laat ik hem even dicht, hè. Dat ben je gewend. Maar kom je nou kijken, gaat die natuurlijk voor je open. En daar kun je er achterbij, als je dat zou willen. De bakken goed uit het zicht. En dit is de achterkant van jouw nieuwe huis. Met daar de dakkapel op zolder. Waar we begonnen. Voor nu een laatste blik richting keuken en woonkamer. En dan dank ik je voor het meekijken. Dat is een hele toffe dag. Ben je van harte uitgenodigd om hier te komen kijken. Onze agenda's zijn beschikbaar. Heel graag lopen we hier samen met jou uitgebreid rond. Om je een beeld te geven van jouw nieuwe huis. Ik denk dat het zeker de moeite waard kan zijn. Voor nu, dank voor het kijken. Toffe dag gewenst. Heel graag tot ziens hier. En anders bij de volgende live video van ons kantoor. Ik wens je een leuke dag.